Hé hey, knappies, wat kan jij nou doen om direct je leven prachtiger te maken? Niet alleen maar als het meezit, maar juist ook als het uh, tegen zit. Nou dat is vrij simpel in theorie. Dat is namelijk bewustzijn uh, van je dood, memento mori. En dan niet vanuit uh, angst voor de dood, maar vanuit liefde voor het leven. Want het leven heeft namelijk alleen maar waarde dankzij de dood. Vandaag heeft alleen maar waarde omdat er een uh, einde aan deze dag zit. Die rit in de achtbaan, die heeft alleen maar waarde. Die is alleen maar leuk omdat er een einde aan zit. Moet je je voorstellen als er geen einde aan zou zitten. Dankzij de dood heeft het leven waarde. Dankzij de dood voelen we urgentie om de dingen vandaag te doen die we te doen hebben. En dankzij de dood voelen we de drang om onze aandacht erbij te houden. Omdat we anders natuurlijk van alles missen. Maar ja, in de praktijk is het natuurlijk helemaal niet waar. Want op rationeel niveau weten we wel dat we doodgaan. Maar we, in ons gedrag leven we alsof, alsof we het eeuwig leven hebben. We stellen uit uh, tot morgen wat we te doen hebben. En uh, we hebben onze aandacht er helemaal niet bij. We scrollen vandaag weg. Zoeken naar een of andere externe digitale prikkel om de interne leegte of onrust te, te vullen of te verdoven. En wachtend op de perfecte omstandigheden. Terwijl ja, als jij blijft wachten op de perfecte omstandigheden. Dan blijf je natuurlijk wachten tot, uh, tot je dood. En dan sterf je zo meteen zonder dat je ooit voluit geleefd hebt. Nou, dat is behoorlijk uh, zonde. Dus dat is ook de reden met bijvoorbeeld Black Book uh, Tactics, de methodiek waarmee wij uh, bedrijven begeleiden, dat we zo hameren op uh, feestjes. Zowel uh, zakelijk voor het bedrijf, ja, stel targets en koppel daar feestjes aan. Als uh, voor jou privé als ondernemer, koppel daar feestjes aan. En gek genoeg ook, de alle ondernemers die wij dan coachen. Nou, doelen stellen kunnen ze, keihard werken kunnen ze ook. Vaak halen ze de doelen ook nog. Als je dan vraagt uh, hoe was het feestje, oh ja, niet gedaan. Om de een of andere reden slaan we dat over. En Toen zat ik naar mijn Hemra Journal, naar het begin terug te bladeren. Naar mijn drie hoofddoelen van uh, afgelopen kwartaal: nou, code 49 uh, kopen. Gelukt, magisch, mede dankzij uh, jullie. Bijbehorende feestje uh, met papa naar code 49. En deze foto. Linksboven, dat is mijn papsie, mijn oompie en een dikke blaaie Chinees. Opcode 49 eh, genomen, drie maanden geleden. Vorige week hebben we hem eh, begraven, papa. En eh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Verdrietig en treurig. Maar kan je tegelijkertijd ook de rust voorstellen die ik ervaar, omdat ik het leven zo heb gevierd samen met hem tot, eh, tot het laatste moment? dan heeft het leven nog steeds al tegenslagen als je het leven viert. Alleen dan heb je geen spijt achteraf. In situaties waarin er niks meer te veranderen valt. Dus kutsooi daar doe je weinig tegen. Maar spijt, dat kun je echt voorkomen. Dus mijn vraag aan jou is... Ja, zeker weten, werk hard, regel je shit vandaag alsjeblieft. Want je hebt alleen maar vandaag. En als je zorgt dat vandaag een goede dag is... en je maakt er een gewoonte van, het lukt je vijf dagen in de week... Heb je, vanzelf krijg je dan een goed, goed leven. Dus... Regel je zit, werk hard. Maar alsjeblieft, elk mijlpaaltje uh, wat je ook maar kunt verzinnen onderweg, ja, vier dat alsjeblieft. Want uh, ja, als je het leven niet viert, waarom leef je dan?